Dit is Janneke. Janneke werkte tot voor kort bij de WAA. Janneke begrijpt dingen soms langzamer dan andere mensen en heeft daarom een WSW-indicatie. Dit is Ben. Ben is een slimme jongen, maar ook erg op zichzelf. Hij heeft een bijstandsuitkering vanuit de participatiewet. Ben heeft structuur nodig. Het lukt hem in zijn eentje niet goed om zijn dag in te delen en betaald werk te vinden. Dit is Mo. Mo is wat je noemt een echte harde werker. Hij is sterk en werkt graag met zijn handen. Mo's stemming wisselt nogal. Hij heeft goede en slechte dagen. Janneke, Ben en Mo werken bij Kandoen, waar ze passende ondersteuning krijgen. Door Kandoen doen ze mee in de wijk en ontwikkelt ieder zich op zijn eigen manier. Bij Kandoen werken coaches die gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden. Zoals het begeleiden van mensen met psychische, verstandelijke of fysieke beperkingen en het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt. Zij ondersteunen mensen bij Kandoen in hun ontwikkeling, zodat ze werk doen dat goed bij ze past. In de gemeente Venlo wonen meer mensen als Janneke, Ben en Mo, die om allerlei redenen hulp of ondersteuning nodig hebben bij hun werk. Kandoen heeft 3 locaties in de wijken van de gemeente Venlo. Op elke locatie zijn werkplaatsen. Zoals een industriële werkplaats, een houtwerkplaats, een creatieve werkplaats en een computerwerkplaats. Er zijn ook mensen die via Kandoen buiten in de wijk werken. Zij klussen daar bijvoorbeeld in het groen of houden de winkelstraten schoon. Sommige bedrijven en organisaties komen handen tekort. Dat is waar de mensen van Kandoen graag in actie komen en laten zien waar ze goed in zijn. Bijvoorbeeld bij het inpakken van grote orders, het maken van relatiegeschenken of hulp bij de decoratie van een festival. Kandoen heeft de hulp van de wijk, haar inwoners en bedrijven nodig om er samen voor te zorgen dat mensen als Janneke, Ben en Mo kunnen meedoen in Venlo. Met een beetje begrip van inwoners en ondernemers en wat hulp vanuit Kandoen kunnen we samen grootse dingen doen in de gemeente Venlo.